was al vaker verliefd, ja tenminste dat dacht ik. Jij kwam voorbij en ik dacht wow, dat ik voor iemand als jij als een blok zo zou vallen. Dit is echt, het is geen droom. De liefde, is dit dan echt de liefde? Liefde, ik wil je nooit meer kwijt. Welkom bij aflevering 13. Deze week is eigenlijk een volle week. Ik heb namelijk, ik ben de zolder opgedoken om het bed uit elkaar te halen. Mijn vader en moeder wilden het bed hebben, want de kleine wil toch naar zolder. Daar zijn we heel blij mee. Dus het bed is eraf. Het is een heel kawaii geweest, want ik heb het bijna in mijn eentje gedaan. Verder had ik vorig weekend een optreden, een verrassingsoptreden. Het was eigenlijk in een soort discotheekje met daaronder een café-achtig iets. Nou ja, in ieder geval, jullie moeten maar gaan kijken. Het was heel gezellig. En mijn moeder is al een tijdje aan het hobbyen. Ze is namelijk bedankjes aan het maken voor de communie van mijn bonusdochtertje. En ook bedankjes aan het maken. Geboortebedankjes eigenlijk. Dus helemaal aan het haken. En ja, hartstikke mooi. Ik zou zeggen, ga maar kijken. Begin met snijden. Ik heb namelijk een gerecht, een roomgerecht. En Michelle heeft ook een roomgerecht. En die gaan we vandaag samenvoegen. Leuk hè? Dus dan allebei een beetje. Wat gaat erin? Een courgette, twee uien en een hele, hoe noem je dit? Een bonk knoflook. Een bonk, bol. Een hele bol knoflook. Dus die ga ik snijden, hakken, pureren, preien, van alles. En daarna gaan we samen de keuken in. Dus ik ben benieuwd. Beginnen met een pan natuurlijk hè? Dat is punt 1. Nou, de courgette is gesneden, knoflook en de uien. We hebben ook nog spinazie nodig en zongedroogde tomaten. En wijn, en rijst, en kip, en room. We beginnen met de olie. Maar schat, vertel eens even. Jouw gerecht bestaat dus uit de zongedroogde tomaten en de spinazie. En mijn gerecht... En wijn en room. Oh ja, wijn en room. En mijn gerecht bestaat uit knoflook, ui, courgette en room en nog iets. Maar we gaan hem niet van nu samenvoegen. Ik hoop dat het wel wordt. Ik denk het wel. De knoflook. Fijn gehakt en ook wat stukjes minder fijn gehakt, zodat je wel een beetje bite hebt in je gerechtje. Anders wordt het zo'n knoflookpapje, dat is ook niks. Nog meer knoflook, schat, er zitten 10 tenen in, hè? Oh ja, we maken het vandaag met kip. Normaal maak ik het met garnalen, maar ja, aangezien Mies zwanger is natuurlijk, mag ze geen garnalen. Dus we hebben een andere variatie gemaakt, we maken nu... We halen en twee gerechten door elkaar en we vervangen de garnalen door kip. En kip en garnalen, ja, daar zit allebei weinig smaak aan. Dus ik denk dat dat ook wel goed te doen is. En net een soort van miljoenschka nu, hè. Gewoon lekker even aanfruiten in de pan. Lekker zorgen dat er een mooi glansje op de uitjes komt. Kijk dat het een beetje gaat, hoe noem je dat? Karamelliseren. Dat kan ik ook altijd nog doen, hè? Misschien dat ze bij koffietijd nog iemand zoeken. Oh nee, dat gaat stoppen. Zo. Normaal kook ik trouwens Mies iedere dag. En ja, jullie hebben natuurlijk al twee keer gezien dat ik heb... Dit is de tweede keer dat jullie nu zien dat ik kook. Dat is ook echt de tweede keer dat ik kook. Ja, dat is toch? Nu zijn dus de uien en de... Knoflook zit in de pan, die gaan lekker aangepakken. Het glanst nog wel een beetje, dus je moet ze niet helemaal bruin laten worden, want dan komt het niet goed. Hier gaat de kip erbij. Het zijn gewoon kipblokjes, heel makkelijk. Hoppakee. Kom maar. Ja schat, misschien kun jij het even overnemen. Ja. Het is ook heel, dit gaat ook niet, dit is ook niet te doen eigenlijk, want ik maak het heel anders dan hoe jij het maakt. Zal ik dat doen? Ja, doe jij maar schat. Ook even vertellen wat je doet, hè? Nou, wat ik doe, ik ga de kip even gaan bakken. Oh, hij is veel te hard aan het bakken. Er moet veel meer olie bij. Daarom doe ik als eerste courgette. Kom maar. Oh, jongens, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Dat krijg je ervan. Ik moet het ook zelf gewoon doen. Oh. Ja, schat, zal ik voortaan voor maar koken? Ja, misschien is dat wel een... Ja, of je moet mij voor mijn gerecht laten maken. Ja, maar dit is dus geen optie, hè? Nee, dit is gewoon van alles weg en alles ja. Maar het gaat goed komen.
Nou, de kip is dus nu gebakken. Ik zal het even laten zien. Nu haal je dus één voor één met een tang of een vork of ja, wat je wil. Het vlees eruit. Ja, dan gaat de wijn daar erin. Oeh, de wijn. Nee, dan is de groente erin. Hè? Vino, vino, vino. Mag je er nou wel? Even voor de mensen thuis die denken, ja, je zit toch zwanger. Nou, ze zijn toch? Ja, dus de kip gaat eruit. En dat is natuurlijk omdat de kip niet, dan niet te overgaar wordt of zo, taai. Normaal doen we met garnalen, hè? En anders worden garnalen wel heel taai, dus... Ja, dat klopt. In dit geval, dit is er nu uit. En dan gaat de courgette erbij, toch? Ja, de courgette. Courgette, kijk. Er is gewoon één courgette in blokjes gesneden. Even wachten. Ik dit erin gooien, dat kan ik wel. Daar kan weinig mis aan. Dat zou wel goed komen. Bijna klaar. Ja? Ik kan niet wachten. Ja, oké, okay, doe maar. Courgette zit erin. Courgette zit in de pan. Die gaan we lekker. Dat is allemaal goed gegaan. Ja? Is het goed gegaan, schat? Door de keuring? Is het... Ja, ik weet niet. Ik denk, nou, misschien als ik ooit nog... ja. Misschien heb ik mijn roeping wel gemist. Nou, die laten we even lekker... een klein beetje gaar worden, want dan wordt de courgette ook een beetje slap en dan komt er vocht uit. Nou kijk eens hier, wat lekker! De courgette is dus nu lekker gebakken, nou maar de wijn erbij, dat is fijn. Oh, die is daar. Ja, een flesje. Hoeveel moet erin? De helft van een flesje? Ja. Ja? Een lekker wijntje, een klein flesje. Okay. Normaal gesproken pakken we een grote fles en dan zuip ik de rest op. Maar ja, dat doen we nou natuurlijk niet. Heel die aroma's komen vrij. Dat is toch heerlijk. Nou, en nu moet het even inkoken of wat moet hiermee gebeuren? Oh, heel even zo laten staan. Dan gaat de room erbij. Wij gebruiken altijd kookroom met 7% vet. Want ja, waarom zou je 20 gebruiken als er ook 7 is? Nou, dan gaat zo de kookroom erbij. Mag je er al bij, want het kookt al. Ja? Oké, hoeveel moet erin? Nou ja, ik doe er wel... minimaal één pakje in, zoals onderhalve. Nog een pakje? Of de halve dan? Ja. Hoeveel zit erin? Zo'n 50. 250, dus dan moet er ongeveer anderhalf pakje. Want we hebben ook meer groenten. Oh, wat? Meer groenten. Ja, wij koken altijd op gevoel. Ja, dat is ook het beste. Ja, ook. Ja. Moet gewoon proeven toch? Het ziet er niet zo uit. Kijk. Het ruikt echt heel lekker. Er komt nog van alles bij. Het lijkt niet heel dun. Maar dat is het niet. Dan hebben we hier zongedroogde cherry tomaatjes. Normaal hebben we gewoon zongedroogde tomaten, maar die waren op. Ja, leuk hè? Dankjewel Poetin. Maar die zijn dus op. Dus nu hebben we zongedroogde cherry tomaten. Hoeveel moeten erin? Een half potje? Of? Ja, ongeveer. Met olie of zonder olie? Eigenlijk zonder olie. Oh, mag ik dan een vork? Ik doe gewoon ongeveer de helft van het potje gooien we erin. Dat ligt er allemaal lekker in. Dat kun je toch hele pot erin gooien, ja. Ik lust normaal geen tomaten, maar zongedroogde tomaten wel. Ik wel even leuk om te vertellen voor de mensen die geen normale tomaten lussen. Zongedroogde tomaten die zijn veel zoeter. Oh, dus de... Het krijgt nou ook ineens kleur, hè? Heel veel peper. Ja, jongens. Is dit genoeg? En ja, kijk, het is deze gewoon Italiaanse kruiden. Hier is de spinazie. Ja, ze zeggen 3 tot 4 randen, maar ik voel altijd een hele zak. Ja. Maar ja, we houden ook echt van groenteschap, dus ja. Nog meer spinazie. Nog meer room. Oh, de saus veel te dik. Kijk, even de tussenstand. Het ziet er toch echt heerlijk uit, of niet dan? Nou, wij gaan het gerecht nog even afmaken en je krijgt het pas weer te zien als het klaar is. Het is echt super lekker. Je kunt het dus eten gewoon zo. Lekker met parmezaanse kaas eroverheen. En je kunt brood insoppen. Maar je kunt ook over de rijst doen of door de spaghetti. Je kunt er eigenlijk van alles mee doen. Maar wij eten het nu met brood en met rijst. Hallo! 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 Ja! Het is echt fantastisch. Een hele pers, hè? Mam die is al maanden druk hier met de voorbereidingen op de baby. Ze is namelijk bedankjes aan het maken. Voor als de baby is geboren. En ook bedankjes voor de communie van mijn bonusdochtertje natuurlijk.
Heel leuk, rozenkransjes is aan het haken. En voor de baby, ik ga nog niet alles laten zien. Maar een soort zakjes met jurkjes, echt heel mooi. Maar ik ga nog niet alles verklappen, want ja, dan is de verrassing natuurlijk weg. Maar jij hebt al heel veel werk eraan gehad, of niet, man? Ja, ik hier mijn stal. Dat is maar een mopje. Hele actieslipper. Dat maakt er niks uit. Het is maar eens aan het poetsen. Ik ben een beetje aan het poetsen. Ja. Beste kijkers, gisteren had ik natuurlijk een optreden op een privéfeestje in een discotheek. Het was heel gezellig. Alleen, ik kwam in de auto aan en ik wilde voor jullie een afsluitmomentje opnemen. En ineens was mijn kaartje vol. Dus bij deze, dit is dus de afsluiter van gisteren. Vandaag ben ik samen met Bibi en Michelle in Antwerpen. We gaan vandaag namelijk naar haar favoriete kledingwinkel. Omdat we Bibi's kerstjurk gaan ophalen. Ze hebben echt een te gave kerstjurk met rode ruitjes en volgens mij ook iets van groen en bruin. Ik weet niet precies, maar hij was heel leuk. En die is binnengekomen, dus die gaan we ophalen en we gaan kijken wat voor items we nog meer kunnen scoren vandaag. En wat ook heel leuk is aan die winkel is, ze hebben dus heel veel outfits voor zowel 8 jaar als 0 jaar. Dus ja, jouw hele gezin kan dus in hetzelfde outfitje lopen. Nou ja, de kinderen dan tenminste. Hè? Nou, ik ben heel benieuwd wat ze allemaal binnen hebben gehad. En Mies die zou straks wel weer niet kunnen kiezen. Hier, hoe leuk. Draai ze een rondje, schat. Kijk dan. Die is toch te leuk, die jas met dezelfde muts. Nou, hier draait het dus allemaal om. Deze jurk is echt, ja... laat maar zien, Biep. Oh, ho, ho, ho. Merry Christmas. Dit is toch helemaal leuk, dit. Ben je er blij mee, schat? Ja. Ja? Heel mooi. Ben je blij voor Bibi? Tuurlijk. Ja? Ben jij blij, Bibi? Ja. Dit is ook mooi, als schat. Dezelfde panties erbij, blouseje. Heel mooi. Nou, jij bent weer goed verwend. Kunnen we weer naar huis, hè? Ja. Ook voor babytjes. Of ja, babytjes 1 jaar. Is toch allemaal zo schattig. Je wilt toch alles gewoon hebben? Oh, en deze dan. Die is ook zo schattig. Oh, oh, oh ja, ja, ja. Ik krijg spontaan zin in de kerst hier. Natuurlijk eindigt ons Belgisch avontuur met een lekker frietje stof. Lekker, hè? Wij gaan lekker eten. Smakelijk eten. Meer als je in België bent, tanken. Want hier kost namelijk de benzine maar 1,74 euro. Dus ik gooi snel even mijn tank vol. We hebben vandaag weer een klusje op de planning. Namelijk dit bed. Staat hier op zolder. Dat moet naar ons pappelesman. Die willen mijn bed hebben. Want Bibi wil toch naar de zolder. Dus dit wordt de kamer van mijn bonusdochter. Dus ja, het bed moet eraf. Ik kan hem uit elkaar halen, het is wel een heel werk. Maar goed, maakt niks uit. Mijn man weer in elkaar zetten. Het oude bed van hen weer uit elkaar halen. Kortom, een volle middag. Nou, ik zou zeggen wish me luck, want het is een heel kawaii. Nou, hij is uit elkaar nu. Nu eventjes, dit is verdieping 1. Hier staan nu de matrassen en alles. En dit moet nu ook nog... naar beneden. Jongens, ik ben nog wel even bezig. Oké, nou dit stukje nog. En deze pilaar. En dan is alles weg. Ja, even kijken, nog een beddengoed even uitzoeken. Dat kan ook mee naar het spakkelsman, want ja, daar hebben we niks meer aan. En dan wordt dit straks de kamer van Bibi. Oh. Laatste stukje. Oh. Zo.
En nou snel naar ons papa's mam. Zo, het is gelukt. Vanmorgen had ik er een hard hoofd in. Maar je ziet wel, hè, de aanhouden wind. Het is al bijna gebeurd. Nee. Ja? Nee. Ja. Komt ie. Oh, goed. Oh, oh, oh. Hij is er helemaal niet voor, hij is ernaast. Deze kant, deze kant, deze kant. Ja. Maar we moeten toch verder naar achter nou. Deze kant ook, niet die kant. Nou zit hij er vol, hè? Als we die iets naar voren halen. Zo. Ja? Ik zie het niet. Ik ben klaar. Project bedverhuizen is gelukt. Ik ga jullie even het bed laten zien. Oeh, ik ben helemaal buiten adem, jongens. Kijk, het is een beetje krap. Maar het past. Zo, kijk, het is van muur tot de deur. Oh, nou, dan kunnen ze weer lekker slapen de aankomende jaren. Oeh, ik ben kapot. Ik moet echt de sportschool in, jongens, want... Ik ben niet meer gewend tegen sjouw. Vroeger sjouwde ik natuurlijk altijd met dozen, kleren, pakken, alles. Maar de laatste jaren niet meer, dus... Ik moet weer terug de sportschool in, denk ik. Nou, alles staat er, pap. Ja. Dus jullie kunnen weer een paar jaar lekker slapen. Aflevering is helaas alweer afgelopen. Aflevering 13. Ik hoop dat jullie volgende week weer gaan kijken. En ik hoop ook dat jullie het leuk vonden. Ik zou zeggen duimpje omhoog. Vertel het door. Abonneren. En tot volgende week. Houdoe! Dat het zo mooi kan zijn.